Het Skyline TV-journaal gaat 2 weken lang op zoek naar het culturele erfgoed van Uden en Veghel. Samen met kenners Adriaan Sanders en André Veldhuis trekt onze cameraman door de regio. Zo laten wij u kennis maken met enkele markante plekken en bijzondere monumenten. Meestal, wanneer we over monumenten praten, denken we aan gebouwen, we denken aan beelden en dergelijke. Echter, monumenten zijn meer. En vandaag wil ik u daar iets meer van laten zien en daarom neem ik u ontzettend graag mee naar de Leigraaf. Heel vroeger, en we praten dan rond 1000, was er hier een laagte in het land waar wat water in stond, waarbij regen en dergelijke wat water bij kwam. En dat liep dan van Boekel, kunnen we ongeveer zeggen, tot Middelrode om daar in de A uit te monden. Dat gebied noemde men de Jeuke. Dat was een riviertje, zeg maar, zeker bij hoogwater. Leverde een heleboel problemen op. En de reden is dan ook dat daarom mensen gingen graven. Dat mensen gingen kanaliseren op hun eenvoudige manier. Ze gingen graven en ze gingen leien. Dat betekent dat hier een leigraaf ontstond, een gegraven beek. Deze leverde echter toch af en toe nogal wat behoorlijk wat problemen op. Zo weten we dat in 1642 er een heleboel ellende was tussen de inwoners van Dinter en de inwoners van Uden en Veghel. Waarom was dat? Omdat de inwoners van Dinter, om het water vast te houden, een aantal dammen hadden opgeworpen, maar Uden schoot helemaal onder het water. Rond 1950, dus het midden van de vorige eeuw, dan begint men zo langzamerhand gezamenlijk te werken aan het beter maken van de afvoer hier. We krijgen een leigraafvereniging die ervoor zorgt dat over de gemeente heen gezorgd wordt dat er een goede afvoer is. Er wordt gekanaliseerd. Het typische aan dit monument is, wat we hier gezien hebben, is dat de laatste jaren we weer een andere richting uitgaan. We willen weer iets terugkrijgen van datgene wat de leigraaf vroeger was. Hier staan we dan op het snijpunt van de tijden, zou ik willen zeggen. Achter me aan deze kant zien we hoe dat de Jeuke eruit heeft gezien vroeger. De poelen, et cetera, die bij hoger water spoelden hier het hele gebied onder. Achter ons zien we de A50, misschien wel, moet ik zeggen, een monument van de tegenwoordige tijd. En aan die kant zien we heel duidelijk de maïs, zoals op dit moment de landbouw in Brabant bedreven wordt. Waarom is dit hier aangelegd? Bij de aanleg van de A50 is afgesproken dat natuur die verloren gaat, gecompenseerd zal worden. Daarom zien we op een aantal plaatsen in de gemeente hier, Uden, maar ook in andere gemeenten, zien we dat er natuurcompensatieprojecten zijn aangelegd. En dit is er één van. Raspberry worms, rose thorns, complaining wine. You waste your time. You tell me stories, I listen. You chose high and deep listen. You are a classic biome. Nadat we in deze aflevering een stukje natuurmonument gezien hebben, neem ik u volgende aflevering graag mee naar Stenen. We gaan naar de fundering van de oude Sint-Pieterskerk.